Het is dag 2 met Pinky. Hij reageert verrassend rustig op handen. Hij vliegt wel af en toe rond, maar voor de rest... Dat is al een tip, hè. Als ze hem heel hard rondfladdert, je hand niet uit de kooi halen. Want dan weet hem, ik fladder, die enge hand gaat weg. Het enige wat je kunt doen, is wachten tot hij terug op de stok gaat zitten. En dan, als hem op de stok zit, uw vinger zo dicht mogelijk proberen te brengen. Als via een video van Simon Rafferty, via Budgie Whisperers, dat ik deze geleerd heb. Kom, Pinky. Dus het is niet mijn techniek. Het is ook de eerste keer dat ik die probeer. Pinky. Is oké. Okay. Is oké. Okay. Ik zal even weggaan, want nu heeft hij mij in de gaten. Is oké. Okay. Net als ik niet film, zat hem even op Juri zijn hand. Pinky. Met dat pootje. Dat is zo schattig. Ja. Ja. Waar is Pinky? Waar is Pinky? Ja, waar is Pinky? Ja? Ja? Waar is Pinky? Waar is Pinky? Mocht dichter gaan ze. Ja. Rustig, maar toch proberen. Blijven proberen. Duwen, zachtjes tegen de buik. Tegen de buik duwen. Goed zo, Pinky. Goed zo. Braaf. Braaf, Pinky.